Goedemorgen allemaal en welkom bij ons derde webinar van KIS. Nou, voor degenen die al wat webinars hebben gevolgd, de eerste twee keer heb ik echt theorie gedaan. En nu vandaag gaan we gewoon lekker aan de slag en gaan we knippen, we gaan kleuren en we gaan stylen. En dat gaan we doen volgens de laatste trends. Want wat zien we nou op dit moment in de mode? En nou ja, dat kan je weer mooi terugkoppelen voor jezelf naar de salon. Ik heb een klein powerpointje voor jullie gemaakt. Dat praat voor mij ook iets lekkerder. En als we dan daadwerkelijk gaan kijken van, nou, wat zien we op dit moment veel? Dan is het de lob. Nou, gewoon vertaald is dat de lange bob. Het is een bob die op de schouders hangt of net een stukje eroverheen. Dat noemen we een lob. Nou, je ziet ook wel wat celebrities. Die zie je ook wel van de langere lengtes teruggaan naar die lob. En dat zijn ook soms wel ja, wat trekkers, zeg maar. Als we kijken van, nou, wat is er nu echt in de mode? Dus dit is een hele mooie lijn om je klant te kunnen bieden voor deze zomer. Nou, dan kunnen we die lob, die lange bob, die kunnen we in twee categorieën kunnen we die verdelen. Nou, als we dan gaan kijken naar de eerste, dat is de blunt cut. En dat wil dus zeggen een hele botte lijn geknipt. Ga ik jullie zo dadelijk ook laten zien, hoe je dat het makkelijkste kan. Maar die is dus net boven de schouders, tikkeltje, of net erop. Daar zit de blunt cut, dus die botte lijn. Dat zien jullie hier ook op de fotootjes. Het zijn echt een recht afgezette lijn. Maar we hebben ook de texture lob. Nou, daar zit dus veel textuur in. Dan werken we ook met het mes, ga ik jullie ook laten zien. Dus je kan dan meerdere kanten uit met die lob. Of je kiest ervoor om hem heel strak af te knippen. Of je gaat juist met je lagen wat spelen en je gaat de textuur in aanbrengen. Nou, dus ik laat nu jullie eerst eventjes het knipgedeelte zien. En vanuit daar ga ik door naar de kleurtechniek. Ik kan er wel verklappen dat ik de airbrush ga laten zien. Het is de meest verfijnde manier van de balayage. Maar dat komt hierna. Eerst het knippen. Nou, ik heb mijn kop al een beetje voorgewerkt. En wat ga ik nou aan jullie laten zien? Ik ga één kant die blunt cut laten zien. En aan de andere kant ga ik die texture lob jullie laten zien. Wanneer we naar de blunt cut gaan, en dan ga ik eventjes terug. Dus die botte lijn afgeknipt. Het is niet de meest moeilijke lijn om te knippen. Maar er zijn een aantal dingen waar je op moet letten. Nou, ik werk nu op een dolhead. Die heb geen schouders. Maar ik haal straks nog even mijn dochter erbij, want die heb ik gisteren gedaan. En die heeft dus die blunt cut net op de schouders. Maar dan zitten altijd die schouders net een beetje in de weg. Maar dat komt zo dadelijk. Eerste afdeling. Zoals je kan zien, deel ik het af in drie gedeeltes. Ik heb het nu in een middenscheiding gedaan, maar dat heb ik puur gedaan om de ene kant voor jullie te snijden en aan de andere kant te knippen, dat we het verschil kunnen zien. Maar als ik dus die botte lijn erin wil hebben, dan maak ik drie of vier passés, niet meer. Want hoe meer passés dat ik ga maken met het knippen, hoe meer fouten dat ik ook kan maken. Zolang ik de gidslijn kan zien, kan je het prima knippen. Nou, een paar dingen zijn belangrijk wanneer je met die bottenlijn gaat werken. En dat is dat je op ooghoogte gaat werken. Nou, in de salon gaat de stoel omhoog. Jij gaat op een krukje zitten, dat je zeker weet dat je oog op de juiste hoogte is. Nou, dan begin ik met de onderste partij. Ik zal hem eventjes een beetje vochtig maken. Die afdeling heb ik al even geleden gemaakt. Was het haar ook altijd voordat je gaat knippen dat het overal egaal vochtig is. Daar. Oké, ik zal even kijken naar de camera draaien. Ik werk trouwens overigens met twee camera's. Dus later krijgen jullie het ook terug te zien op het YouTube kanaal. Voor degenen die nu niet mee kunnen kijken. En wat ik trouwens aangaf, dat ik zei van, nou, hè, lekker vanuit je zomerse stoel. Ik denk dat het vandaag prima weer is voor de webinar, want zo lekker is het vandaag niet buiten. Oké, we gaan werken zonder spanning op het haar. Ik ga dus niet trekken aan het haar. Oh, mijn draadje moet ik even goed doen. Anders knip ik mijn microfoon, knip ik zo dadelijk nog door. Zo. Ik ga werken zonder spanning. Ik wil zoveel mogelijk in zijn natuurlijke valling wil ik werken. Ik zal even voor het lichte gedeelte zetten met het knippen. Dan kunnen jullie het misschien net beter zien. Dan heb ik een kammetje. Ik heb een grove en een fijne kam. Nou, ik werk dan met de grove kant. Ik ga naar beneden en mijn lichaam gaat mee naar onderen. Ik hou afstand en dan knip ik hier mijn eerste lijn af.
Ik werk natuurlijk op een dolhead, wat ik al zei. En die dolhead heeft hele dunne punten aan de onderkant. Dus ik hou even deze lijn, die hou ik aan. Mijn lichaam is daar waar ik aan het knippen ben. Met en dan je schaar recht onder je kam knip je je eerste lijn. Ik heb ook een schaar zonder een dop. Dat is ietsje makkelijker met zo'n blunt cut. Want anders, zo'n dop die kan wel eens tegen je kam aankomen. En dan moet je hem een beetje kantelen. Dus ik kies voor een schaar zonder dop. Kan ik mooi die rechte lijn erin maken. Dan ga ik gelijk door naar mijn volgende afdeling. En dan zien jullie, het is echt wel een afdeling van 5 centimeter. Maar als ik het naar beneden kam, dan zien jullie dat het hier heel dunnig is. Is het nu bij je klant super dik en je ziet je gidslijn er niet doorkomen, dan deel je hem gewoon nog een keertje af. Maar dat is, bij deze dolhead is dat niet nodig. En het is ook vaak bij klanten zo. Hè. Ze hebben veel haar aan de hoofdhuid, maar nagelang dat je naar beneden gaat, wordt het toch dunner. Dus voor mij is het belangrijk dat ik mijn gidslijn kan zien. Dus ik kan makkelijk met 5 centimeter nu werken, want ik zie mijn gidslijn zie ik prima. Nou, dan ga ik gewoon weer exact hetzelfde. Alleen deze lijn die ik ga knippen, die gaat er recht op mijn vorige kniplijn. Dus niet een beetje langer, niet een beetje hoger, want dan ben ik met gradatie aan het werken. En ik wil die hele bottenlijn wil ik erin hebben. Wat ik ook wel eens zie gebeuren als ik trainingen geef, dan pakken ze de passé, pakken ze vast, ze tillen me een beetje omhoog en ze knippen dan een rechte lijn. Dan ben ik ook weer met gradatie aan het werken, dan mis ik die hele botte lijn. Wat ik dan ook nog wel eens zie, dan gaan ze naar beneden met de kam en dan kantelen ze de kam op deze manier naar buiten en dan knippen ze zo die rechte lijn. Maar ook dan ben ik met gradatie aan het werken. En bij die blunt cut wil je dat niet hebben. Nou, dan vervolgens kom je bij de lijn achter het oor. Dit voorste doe ik even weg. En als je dit dus op een klant gaat knippen, en dit is even een belangrijk dingetje. Want die schouder die zit altijd in de weg als je net op de schouder wil werken. Nou, wat je dan doet, dan de lijn achter het oor, hier, die kam je dan licht achter de schouder. Daar. Dus zeg maar dat hier dan de schouder zit. Dan kam je hem daar licht naartoe. En dan knip je die rechte lijn. Die sluit je daarop aan. Je ogen zijn nog steeds op dezelfde hoogte. Zodat ik zeker weet dat ik naar voren naar achteren. Of hè, dat ik niet een langere lengte heb naar voren of naar achteren. En dan mijn volgende passé. En als je dus dan die schouder hebt, dan neem je een stukje mee van die lijn daarachter en die projecteer je licht mee naar voren. Daar. Nou is dat op een dolhead is dat natuurlijk wat moeilijker. Kam recht naar beneden, schaar recht eronder. En op die manier heb je dus je bottenlijn. Wil je niet met je vingers eraan gaan trekken, want ga ik met mijn vingers eraan trekken, en dan kan je dus hebben dat die lijn een beetje gaat wieberen. Wat ik ook wel eens doe, want soms wil je dat die voorkant net iets langer is en je zit dus met die schouder, dan doe ik niet de lijn naar achteren en knippen en dan naar voren knippen. Maar dan hou ik hem wel licht tussen mijn vingers. Dan projecteer ik hem een beetje naar voren op de schouder. Dan knip ik hem wel af met een lichte, niet heel hard aan het haar trekken, met een lichte spanning. En dan loopt de voorste lijn ietsjes naar voren. Dat kan ook een keuze zijn. Maar als je hem kaarsrecht wil hebben, dan zeg ik lijn achter het oor knippen, achter de schouder. En dan vervolgens neem je dat stukje mee. Dan ga je naar voor de schouder en dan knip je die rechte lijn knip je af. Oké, dan de laatste. Nou, de bovenste passé, die knip je altijd in zijn natuurlijke valling. Als je tegen de natuurlijke valling in gaat knippen, dan kan het dus zo zijn, omdat je echt met die botte lijn werkt, dat je wel eens van die lijntjes op het haar gaat krijgen. Dus zorg ervoor, vooral voor het kruingedeelte, dat je zoveel mogelijk werkt in de natuurlijke valling. Daar. En dan ga ik constant door met mijn kamcontrole techniek. Dus ik projecteer hem nu naar beneden.
Het is in zijn natuurlijke valling. Is het gekamd? Ik ga door. Ik zal hem even draaien, dat jullie het goed kunnen zien. Het is wel een dingetje waar we nog aan moeten werken, hoor. Ik ben hier met twee camera's ben ik aan het werk. En allebei staan ze in spiegelbeeld. Dus als ik dan mijn rechterarm naar voren doe, dan zie ik hem daar links naar boven gaan. Dat is best wel even een beetje gekkig, zeg maar. Maar het lukt. Oké, gaan we door. Dus stel je voor, we hebben... Dus dan de lijn achter de oor. Die neem je mee naar achteren. Licht, niet heel sterk, want dan ben ik extra veel lengte aan het creëren aan de voorzijde. Dus licht projecteer je die mee naar achteren. Ik zal hem een klein beetje draaien. Zo. Even kijken of het goed in beeld is. Nou, sluit hem aan. Je ziet wel, dat is bijna geen haar meer wat er afgaat. En dan de laatste. Naar beneden laten vallen. Daar is mijn gidslijn. Daar sluit ik hem mooi op aan. En dan mijn laatste passé. Daar. Dit is het enigste wat je doet bij die blunt cut, bij die bottenlijn. Wanneer dat die dan droog is, dan kijk je hem na. Dan laat ik de klant ook naar beneden kijken, zorg ik dat er oneffenheden zitten, die haal ik dan weg. Of er misschien hier dan nog een kleine correctie gemaakt moet worden, maar dat doe ik altijd in een droge haar. Want dan heb ik namelijk de natuurlijke valling helemaal top, heb ik hem dan te pakken. Oké. Maar, wat ik al zei, de andere kant. Dan gaan we naar de textured. De texture lob. Dus iemand die wil wel een lange bob, hè, die lob, op de schouders of net over de schouders, maar die wil hem dan gesneden hebben. Nou, dan deel ik het andere gedeelte deel ik nu even af, want jullie snappen dat ik, als ik die blunt cut doe, dat ik normaal gesproken de andere kant kopieer met deze kant. Wat ik wel doe, is ik werk gelijk aan beide kanten. Want zou ik een kleine correctie moeten maken, dan is dat makkelijker wanneer je gelijk opgaat dan wanneer je eerst de ene kant knipt en dan de andere. Oké. Daar. Nou, als ik dan in de salon ga werken met die texture lab, dan vind ik het al mooi om aan de onderzijde ook al die zachte structuur erin te hebben. Dus mijn eerste lijn zal ik ook al gaan snijden. Nou, tot in tegenstelling met je schaar heb ik dus nu wel de spanning van mijn vingers heb ik nodig. Je ziet wel eens hè, dat ze dan dat haar zo in de nek drukken en dan met het mesje gaan snijden, snijden, snijden. Maar dan kan het wel eens zijn dat nou ja, dat mesje toch wel een beetje zo'n veegafdruk in de nek geeft met van die rode strepen. En dat wil je niet. Je wil niet het haar of je wil niet de huid gaan beschadigen. Als ik dan met mijn mes ga werken... En de stand, oh, dat moet ik ook nog even zeggen. De stand van het hoofd is altijd rechtop. Niet naar beneden kijken, want dan krijg ik namelijk ook al een graduatie in het haar of een textuur in het haar. Dus het hoofd is rechtop. Nou, dan daar waar je aan het snijden bent, daar sta je ook. Ik moet even draaien, jongens, want ik wil niet met mijn rug voor die camera, maar jullie moeten het ook goed kunnen zien. En ik moet ervoor staan. Dus ik snij boven mijn vingers. Want daar waar de spanning zit, dan heb ik namelijk de meeste controle heb ik over mijn mes. En het gebeurt bij mij ook nog wel eens in de salon dat ze zeggen van ja, maar hé, je mag mijn haar niet snijden. Want dan is het helemaal ruig en rafelig en gespleten punten, kan ik helemaal niks mee. Maar het is de manier waarop je snijdt. Zorg ten alle tijde dat haar goed geconditioneerd is. Dat je een nieuw mesje, dat je die gebruikt. En dat je een mooie, gelijke, vloeiende beweging op het haar hebt. Zodra dat je het gevoel hebt van krik, 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 op het haar, dan is het haar of te droog of je mesje is te bot. Nou, ik werk zelf met een verder mes. Dit is een kort mesje. De meeste hebben een wat langere. Maar ik gebruik eigenlijk nooit dat oog. Dus ik vind het altijd makkelijker om een kleintje in mijn hand te hebben. Ja. Daar. Je kiest je lengte. En dan met een gelijke druk op het haar. En dan ben ik ongeveer op 2 centimeter ben ik het haar eraf aan het snijden. En dan hou ik een hele mooie, zachte textuur hou ik over. Dit is een compleet andere lijn dan die blunt cut. Hè, want die, dan heb je echt dat hele botte. Dit is meer het zachtere. Nou,
gaan we door naar de volgende passé. En hier geldt ook weer hetzelfde. Ik neem een passé van 5 centimeter. Is het bij je klant wat dikker en je ziet je gietslijn er niet doorheen, dan neem je nog gewoon een extra afdeling. Nou, zorg dat het haar goed vochtig is. Ik ben gisteren trouwens bezig geweest met een nieuw YouTube filmpje. En toen heb ik mijn dochter een hele metamorfose gegeven. Misschien hebben jullie al een fotootje voorbij zien komen. Maar vandaag zien jullie ze ook nog even in beeld. Mijn dochter is helemaal happy de peppy. Mama moet er nog een beetje aan wennen. Toch, Sarah? Ze zit daar hier aan de zijkant. Jullie zien ze zo. Oké, gaan we door. Let erop. Lichte spanning op je vingers. En dan ga je voorbij je gidslijn. Oh, ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik zet hem even voor het licht. Misschien kunnen jullie dat beter zien. Kijk, ik zie echt mijn gidslijn. Zie ik er doorheen komen. Zie je je gidslijn niet, dan is je passé te dik. Dus daar ga ik weer. Lichte spanning. Mijn mes gaat er met een kleine hoek gaat hij erop. En dan op dezelfde hoogte snij ik het haar af. Het moet echt een vloeiende beweging moet het zijn. Nou ja, en hier geldt hetzelfde. Als je dus met een schouder zit, als je net op die schouder of net erover bent, hè, die scheiding achter het oor mee achter de schouder nemen. En zodra dat je naar de voorkant gaat, neem je een klein lokje mee en die projecteer je mee naar voren. En dat is dan je gidslijn. Daar. Even kijken hoor. Nog goed in beeld. Ja. Nou, wanneer ik het aan de voorkant snij, dan zal ik altijd licht diagonaal voorwaarts werken. Want ik geef druk aan dit haar. Ik ben het toch een beetje aan het trekken. En we weten allemaal, dit haar, wanneer het droog is, gaat het net eventjes omhoog. Dus ik geef hem een tikkeltje extra lengte. Ook nu weer, wanneer het dan droog is, dan kijk ik hem na. Nou, dan gaan we naar de laatste passé. Ook dit doe ik in 3 passés. Maar zodra ga ik nog een beetje gelaagdheid erin maken. Maar eerst doen we alles op de eerste lijn. Even het vlechtje eruit halen. Daar. Nou, dan check ik eerst eventjes of er aan de achterkant wat langere haren overheen vallen. Ik denk het niet. Ja, misschien een klein beetje. Ook weer, zoek die natuurlijke valling op. Want ik ben altijd een groot fan wanneer ik echt bij dat hoefijzer gedeelte kom. Dat ik altijd een natuurlijke valling zoek voordat ik het ga snijden. Of ook ga knippen. Oké. Gaan we weer. Het haar is goed nat. Ik werk op ooghoogte. Nou, hier is te weinig af te halen. Ik draai hem een beetje. Projecteer het naar beneden. Licht diagonaal voorwaarts werken, want ik trek aan dat haar. Dus ik moet nu ook een klein beetje extra lengte hebben om zo dadelijk goed recht te eindigen. En liever in de salon ietsje te lang, dat je later je correctie kan maken, dan wanneer dat die te kort is. Oké. Als je wil, zou je dus hem op zo'n manier kunnen laten. Dan heb je al een andere look dan wanneer het helemaal bot is afgeknipt. Maar als we goed naar de plaatjes gaan kijken, dan zien jullie dat er ook wat textuur in het midden zit. Dus dat gaan we ook doen. Ja, dan laat ik hem een klein beetje zakken. Oké. Wat ga ik doen? Ik ga hier in het midden ga ik wat extra textuur en een klein beetje lengte ga ik weghalen. Nou, dan pak ik mijn passé op het achterhoofd. En dan neem ik mijn onderste lengte mee. Ah, even voor het lichten. Ja, kijk, want dat kunnen jullie beter zien. Dit is mijn gidslijn. Daar. Daar wil ik vanaf blijven, want ik wil namelijk niks meer van de onderste lengte wil ik eraf hebben. Oké. Mijn mesje erbij. Mijn vingers die blijven verticaal, horizontaal gaan we, hè? Daar heb ik altijd moeite mee. Verticaal, ja, verticaal. Dit is mijn gids. Daar ga ik een klein beetje aan voorbij. Dan weer met die snijbeweging. Op 2 centimeter haal ik er de hoek haal ik er tussenuit. Want wat hou ik dan? Ik hou mijn onderlengte en bovenop hou ik ook lengte. Want ik wil niet dat ik hier
korte lagen krijgt. Dat zie je ook bij die textured lob. Dat de bovenlengtes, die zijn wat langer. Maar de onderste lengtes, daar zit wat meer beweging in. Oké. Okay. Dan werk ik met een reizende gidslijn. Dus dat wil zeggen, ik neem mijn vorige passé mee naar de volgende. Daar. Mijn vingers gaan langs boven. Daar is mijn gids. Daar is mijn gids. En dan net dat hoekje haal ik eruit. En dan snij ik dit af op 2 centimeter. Nou, zo werk ik tot net achter het oor met een reizende gidslijn. Daar. Daar blijf je vanaf. Daar is mijn gids. En snij hem af. Als je nu bang bent dat je passé elke keer tussen je vingers doorglipt, want dat gebeurt wel vaker met snijden, dan je vingers met elkaar kruisen. Wanneer je ze kruist, heb je iets meer grip op je passés dan wanneer je zo doet. Want hier heb je zo'n klein gaatje. Nou, bij mij is het minuscuul, bij sommigen is het iets groter. Ik denk dat mijn vingers ietsje vetter zijn. Maar door ze te kruisen, heb je meer grip. Oké, okay. Dus dan gaan we door. Even kijken of ik het goed in beeld heb. Hoe bevalt het voor jullie zo, die webinars? Ja, het is natuurlijk toch wel een dingetje, hè, die corona. We hebben dus vorige week hebben we dus besloten dat het cursusprogramma definitief niet door kan gaan. We zijn echt wel voor jullie een manier aan het zoeken om jullie toch te blijven inspireren. Nou ja, en de webinars zijn daar een ongelooflijke goede tool voor. Dus we zullen het komende seizoen zullen we toch echt wel veel online voor jullie allemaal gaan betekenen. En dan zal het de ene keer zal het theorie zijn, de andere keer zal het praktijk zijn. Maar ja, we moeten met z'n allen even door deze periode moeten we even heen. Oké, okay, dan kom ik hier bij de laatste passé. Dat is de passé achter het oor. Let op, blijf van dit gedeelte af. Want dan wil je dus echt niet meenemen, want anders krijg je dat gat achter het oor. Wanneer ik dan achter het oor geëindigd ben, dan ga ik werken met een vaste gidslijn. Dus ik projecteer die passé naar achteren. Dus wat krijg ik dan? Dan krijg ik aan de voorkant krijg ik nog wel gelaagdheid. Alleen mijn gelaagdheid wordt iets langer. En dan moet ik zeggen, dat vind ik altijd wel het mooiste bij die textured lob. Niet dat je hele korte laagjes aan de voorkant krijgt. Dat die lagen aan de voorzijde juist wel wat langer zijn. Dus doordat ik werk met een vaste gidslijn op deze manier is de afstand langer tot mijn gidslijn en creëer ik meer lengte naar voren. Let erop dat je vingers verticaal blijven en net dat hoekje wegsnijden. En jullie zien het hier al heel mooi gebeuren. Aan de bovenzijde hou ik mijn lengte, aan de onderzijde heb ik mooi mijn lijn, maar daartussen krijg ik juist wat meer beweging. Niet de brede passés pakken, want het is wel belangrijk dat je je gidslijn ziet. Kijk, hier zie ik mijn gidslijn. En naarmate ik naar voren kom, zal er dus steeds minder... Oh, sta ik met mijn rug in beeld. Daar gaat er steeds minder gaat er af. Kijk, en dan krijg je dus al een heel ander idee, gevoel van lob, dan aan de andere kant. Even zien, hoor. Kijk, hier... Zit zo, een beetje voor het licht. Ja, hier zit heel veel beweging in. Naar voren toe zijn we lager, zijn wat langer. En dit is gewoon de blandkat, een hele rechte afgeknipte lijn. Nou, ik hoop dat zover voor jullie duidelijk is, het knippen. Want dan wil ik nu door naar het kleuren. Als er vragen zijn, Juliette zit hierachter. Die schrijft ze voor me op en die kan ik dan voor jullie beantwoorden. Maar ik zie Juliette eigenlijk nog heel stil op de stoeltje zitten. Dus ik denk dat er weinig vragen zijn. Dus dan gaan we door naar de volgende. Nou, even uit beeld. En dan laten we de kleur zien. Oké. Okay. Oh, ik doe eerst even mijn powerpointje. Hup. Want, wat zien we nou op dit moment? Zien we veel. Dat is de Air Touch balayage. Het is de meest verfijnde manier om een balayage te zetten. Nou, wat betekent nou eigenlijk balayage? Dat is dus dat er in je punt heel veel kleur zit en naar de aanzet toe wordt die donkerder.
Nou, we hebben dus heel veel de staartjestechniek gezien. Ik denk dat jullie er ook allemaal wel kennen, want het is één zo'n filmpje op mijn YouTube-kanaal, dat is volgens mij al een keer bekeken. Het een hele makkelijke en mooie manier om een balayage te zetten, maar dan heb je natuurlijk wel die donkere uitgroei. Nou, de verandering die we nu zien op dit moment in de zomer, is dus dat er een hele fijne kleurspeling naar de aanzet is en tot de aanzet toe. De airtouch balayage gaat met de föhn, die ga ik jullie ook zo voordoen. Ik heb er pas ook een filmpje van gemaakt, maar ik zal nu iets dieper erop ingaan wat er allemaal tips en tricks zijn om dat zo goed mogelijk te doen. Maar we kennen ook de techniek met de baby lights, die hele fijne highlightjes. Dan kan je nog zo fijn werken, maar dan zie je nog streepjes. Door de airtouch balayage heb je echt de meest zachte manier die je maar kan verzinnen. Heb je... Oh. Ja, dat zien jullie natuurlijk niet, hè. Wij zijn hier in onze studio zijn we bezig, in onze nieuwe studio. En dat is in een magazijn. Maar je hoort hier wel eens een vrachtwagen of iets dergelijks voorbij rijden. Dus ik weet niet of jullie het horen, maar ik hoor wel een hoop geluid aan de andere kant. Maar dat maakt niet uit. Oké, nou, dan ga ik hem erbij pakken. Ik heb één kant, heb ik voor jullie al ingezet. Dit, ben ik weer een spiegelbeeld aan het werken. Even kijken, hoor. Oh, andere kant, ja, zo. Dat is gek, hoor, in spiegelbeeld werken. Heb je dat wel eens geprobeerd? Eens even kijken. Dit is, ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Dit is die AirTouch balayage. Dus je ziet dus donker, heel zacht, zie je er doorheen komen. Maar ik heb een volledige ontkleuring in de punten. Weet je wat een leuk detail is? Ik zal hem even vertellen. Ik was dus gisteren, met dat YouTube-filmpje bezig van mijn dochter. En daar was ik om 7:30 mee klaar. Maar dit moest ik ook nog doen. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb alles mee naar mijn hotelkamer genomen. En toen ben ik daar dus gaan föhnen en gaan kleuren en gaan doen. En ik was dus gisteravond om 11:00 klaar. En toen dacht ik, oh, arme buren aan de andere kant van mijn kamer. Want die horen dus gewoon dat ik alleen maar aan het föhnen ben. En dan normaal gesproken, als ik dit vertel tegen een groep, dan gaan de groep een beetje lachen. Maar ik sta hier nou nog steeds over die camera en ik krijg geen reactie. Willen de mensen hier in de zaal even lachen misschien? Nou kijk, heb ik toch nog een beetje gevoel van energie. Oké, maar als we dan gaan kijken naar de kleur. Nou, dit is echt een hele donkere kleur. Ik heb hem ontkleurd met de Snow White. Ik ben heel eerlijk naar jullie toe. Ik heb hem gedaan op deze slip-on met 12%. Ik ben alleen één ding vergeten mee naar mijn hotelkamer te nemen. En dat is namelijk de No Yellow Pro Booster. En daar ga ik even iets over uitleggen. Want wanneer je de No Yellow Pro Booster toevoegt aan je Snow White, dan voeg je dus extra violet pigment, voeg je aan je papje toe. En daarmee onderdruk je het geel, wat op het laatst overblijft. En dan kom je wat koeler in je eindresultaat uit. En wat betekent wanneer het koeler is, dan lijkt het ook daadwerkelijk een halve en soms een hele tint, lijkt het lichter. Maar je moet wel voorzichtig zijn met je No Yellow Pro Booster. En daarom heb ik voor jullie hier een lijstje opgeschreven. Testen, gaan testen, gaan testen. En we hebben opgeschreven wat je maximaal mag toevoegen. Gaat er alsjeblieft niet overheen, want dan kan het dus zijn dat je kleur een beetje blauwig wordt. En als Thomas nu aan het meekijken is, dan weet Thomas daar alles van, want dat is maar dus één keertje gebeurd. Als je gaat kijken naar een kleurhoogte 1 tot en met 4, nou, daar zit natuurlijk superveel rood pigment zit daarin. En dan kan je echt 5% maximaal kan je in je papje kan je dit toevoegen. En dan kan ik zeggen, dat kan je rustig doen. Op deze kleurhoogte is de No Yellow Pro Booster een topproduct. Ja, eigenlijk wel op alle kleurhoogtes, maar hier hoef je er niet bang voor te zijn. Want dan heb ik juist dat violet pigment nodig om hem wat verder in te drukken, mocht je in een koel eindresultaat over willen komen. Als we dan gaan kijken naar een kleurhoogte 5, daar zit natuurlijk ook nog heel veel rood pigment onder. Maar die koperkant, die komt ook al een beetje kijken. Nou, dan hebben we uitgedokterd. Wanneer je dan je papje hebt, dan 4% is het maximale. Nou, dus dan moet je gaan kijken van hoeveel heb ik in mijn bakje heb ik dan zitten. En bijvoorbeeld is het 100 cc, mag je, ik hoop dat ik het goed zeg,
4cc mag je er dan bij mengen. Is dat 4% van 100? Ja joh, dat is 4cc. Max. Gaat er niet overheen? Minder mag altijd. Kleurhoogte 6. Nou, daar zit natuurlijk een klein beetje rood in. Koperpigment is er heel erg aanwezig. Dus dan zie je al, dan moet je al wel ietsje voorzichtig met je No Yellow Pro Booster gaan worden. Dan is het 3%. Dus als je dan een bakje hebt met 100cc, is 3cc het max wat je eraan toe mag voegen. Tuurlijk mag je ook 1 of 2cc toevoegen, dat je wat voorzichtiger bent. Wij geven alleen maar aan, ga niet over die 3% heen. Nou, als we dan gaan kijken naar de 7 hoogte. He, op de 7 hoogte zit heel veel oranje pigment. Die voelt daar zich ook het prettigste. Want alle kleuren, alle koperkleuren zitten ook bijna allemaal op een 7 hoogte. Dus dan weet je al wel dat oranje zich daar het prettigste bij voelt. Dan geven wij dus aan maximaal 2%. Dus heb je dat bakje met 100cc, 2cc is genoeg. Is de max. Gaat er niet overheen. Ga geen 3cc, 4cc. Want dan kom je echt gewoon in het beetje in het blauwige pigment kom je uit. Nou, dan hebben we nog kleurhoogte 8 en 10. Nou, op die kleurhoogte er zit heel veel geel pigment. En dan staat er dus ook 1% maximaal aan toevoegen. Maar nou ga ik heel eerlijk naar jullie toe zijn. Wij gebruiken bij ons in de salon echt veel No Yellow Pro Booster. Maar zodra ik een kleur moet oplichten op een kleurhoogte van een kleurhoogte 8 tot en met 10, dan ga ik hem er niet toevoegen. Want dan kom ik al zo wit uit met mijn Snow White. Dan heb ik die No Yellow Pro Booster echt niet nodig. Dan red ik het prima zonder die No Yellow Pro Booster. Alle kleurhoogtes daarboven? Ja, zeker. Dan doe ik hem erbij. Nou, ik hoop dat dit een beetje duidelijk is. Dan ga je mengen met je Snow White. Nou ja, heel kort. Ik denk dat velen die nu kijken wel onze Snow White kennen. He, voor de highlights, voor het blonderen, voor de effecten. De mengverhouding is 1 op 2, maar zodra dat je Kerabond aan toe gaat voegen, wordt je papje 1 op 1. Waarom? Die Kerabond, die stap 1, is ook al vloeibaar en anders wordt je papje te dun. En dan eventjes, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik zie nog wel eens op Facebook dat ze met 9% op de hoofdhuid aan het kleuren zijn. Alsjeblieft, niet doen. 3, 6 is max, of althans 6 is max op de hoofdhuid. Ga je daarboven en je zou die klant dus helemaal verbranden bij wijze van spreken, dan ben je aansprakelijk. Dus niet doen en laat ook gewoon die blonderen. Zet hem heel fijn in, zet hem dik in en dan kom je echt wel in een heel licht bereik. Nou, wanneer gebruik je hem nou van de hoofdhuid? 3, 6, 9 en 12%. Maar 12%... gebruik ik eigenlijk nooit alleen op een dolhead, want anders zou het gewoon te heftig zijn op het haar. Dus 9 is voor mij de max. Oké, nou, dan gaan we even terug naar de techniek. Even kijken. Dan moet ik hem eventjes draaien natuurlijk. Daar. Nou, ik heb de kleur heb ik nog niet klaargemaakt, dus dat ga ik nou even gauw doen. Dan kunnen jullie ook gelijk zien dat ik die No Yellow Pro Booster eraan toe ga voegen. Oh, dat kunnen jullie net niet zien. Nou ja, vertrouw dan maar even op mij. Want ik durf niet aan die camera te gaan zitten, want dan zet ik hem weer net even wat anders. Oké. Dus ik heb mijn Snow White. Nou, ik doe er nou geen Kerabond bij, want ik ben bezig op een dolhead. Dus als onzin, bij mijn klanten doe ik het allemaal. En in het begin vroeg ik bij elke klant, mevrouw, wil u er een plex bij? Wil u de Kerabond erbij? Dus behoud voor je haar, dan blijft het haar sterker tijdens het blondeerproces. Want dat is ook echt zo. Tijdens het blondeerproces worden de zwavelbruggen week. En wanneer de zwavelbruggen helemaal gebroken zijn, dat kennen we allemaal, dan heb je van dat snothaar. Daar is geen land meer mee te bezeilen, dat geef je zo in een plastic tasje, geef je daarmee naar huis. Als je Kerabond eraan toevoegt aan je blondeer, maakt hij dan het haar sterker? Nee, je bent altijd nog wel met een blondeerproces ben je bezig. Maar hij zorgt er wel voor dat die zwavelbruggen in het haar sterker blijven. Dus je hebt minder afbreuk van het haar en het haar komt er wel degelijk. Komt hij er echt wel beter uit. Nou, kijk, ik heb nu een beetje No Yellow Pro Booster eraan toegevoegd. Daar. En dan ga ik even mijn dochter Liefde bij vragen, want die moet me even helpen. Want ik wil dit zo snel mogelijk voor jullie in beeld hebben. Zal ik eens even mijn dochter laten zien? Die zou bijna niet denken dat een dochter van mij is. Tada! Dit is mijn lieve Sarah. Ik heb gisteren van Sarah een YouTube filmpje gemaakt. Want
Nou ja, deze dame, het kan niet gek genoeg zijn op de haar. Dus binnenkort zal dat YouTube-filmpje zal op mijn YouTube-kanaal komen te staan. We moeten eerst gaan editen. Maar deze lieve schat, die rouwt het kappersvak in. Dus wie weet gaan we ze in de toekomst vaker zien. Nou, dan gaan we eerst de afdeling maken. Daar. Ik ga maar een paar passés doen hoor. Ik ga niet heel dat hoofd doen, want als jullie er een paar gezien hebben, dan weten jullie het wel. Oké, als ik dan de afdeling van het haar maak, dan kijk ik ongeveer naar de breedte van mijn folie. Dus dit is de breedte van mijn folie, dat is de breedte van mijn folie. Want dan heb ik in twee passés heb ik hem helemaal te pakken. Nou, dan ga ik eventjes hier naar de helft. Dan kan ik het jullie goed laten zien. Ik hoop dat jullie het ook goed kunnen zien. Daar. Dit klip ik even weg. Zo, ik doe even handschoentjes aan. Ligt er één op de grond. Appla. Zo. Oké. Okay. Je hebt dus je föhn nodig voor deze kleurtechniek. En wanneer je je föhn gaat gebruiken, ik laat even zien, altijd met de dop. Want ik moet er haar tussenuit gaan blazen en dat moet gecontroleerd. Dat kan niet zonder dop, want dan blaas je alle kanten uit. En je wil dat haar echt naar beneden wil je blazen. Nou, per dag vallen er bij de klanten 60 à 80 haren uit. Die groeien weer aan. Om de 7 jaar heb je een nieuwe haarcyclus. Elke klant heeft kortere haartjes ertussen. Nou, ik werk op een dolhead, dus dan is het net eventjes wat anders. Maar je pakt een smalle passé. Daar, kijk, normaal ben je beginnen onderin, hè? Maar ik laat jullie nu maar een paar zien. Even kijken of dat goed in beeld is. Daar. Dan pak je de föhn. Oh, kan je even dat draadje terug doen? Dit op mijn schouder. Ik heb, ja, mijn microfoon die zakt elke keer af. Dan hou je je passé omhoog en je houdt de pluk tussen je vingers wel goed vast. Want ik wil dat heel die punt gekleurd wordt. Want dat is natuurlijk je balayage. Ik wil alleen dat hier de haartjes, dat die eruit gaan. Dus ik föhn. En dan, kan je even pakken Sarah? Kijk, en dan zie je het dus. Oh, ik hoop zo dat jullie dit kunnen zien, hè. Dan heb ik hier, zie je dat? Heb ik er allemaal kleine haartjes, heb ik er tussenuit geblazen. En dat geeft dat verfijnde gevoel. Dat kan ik nooit bereiken met mijn puntkam. Nou, dan heb ik mijn folie en dan gebruik ik mijn plankje. En dan gebruik ik de platte kant van mijn plankje. Gebruik ik om tegen de hoofdhuid aan te zetten. Ik druk dat andere haar. Druk ik naar onderen. Nee, even de verf, Sarah. Ik moet eigenlijk dat wagen. Kan je dat wagentje daar hier zetten? Daar. Oké, okay. Dan zet ik dus heel veel kleur op de lengtepunten. Ik druk hem goed, druk ik hem erin. En dan vervolgens naar de aanzet toe laat ik mijn kwast al wel een beetje vieren. Want ik laat hem zacht naar de aanzet toe. Kun je dat goed zien? Zacht naar de aanzet toe laat ik hem weglopen. Daar, hier druk ik hard, want daar wil ik echt een volledige kleuring hebben. Kijk. En dan de volgende tip is je folie altijd langer dan je passé. Want als ik hem nu namelijk dichtklap, dan heb ik dus een kant zonder blondeer die ik op de aanzet zet. En dat wil ik ook. Want stel je voor dat er heel veel blondeer zit, folie, dan geeft dat weer een vlek op de aanzet. En dat wil ik niet. Nou, zorg er dan voor dat je folie heel goed dicht is gevouwen. Want als je dat niet doet, dan blaas je meer open met je volgende passé met de föhn. Dus echt met je puntkam scherpe lijntjes zetten. Dan weet je zeker dat die goed dicht is en dan kan je door naar je volgende passé. Neem weer een fijn passeetje, neem je op. Daar is ongeveer een centimeter. Ik projecteer dat haar weer omhoog. Mijn föhn.
Kunnen jullie het goed zien? Dus hou die pluk goed tussen je vingers vast. De dop op je föhn. Ik pak de harde wind. Ik blaas. Kijk, zie je het al gebeuren? En dit is natuurlijk nou op een dolhead. En bij een klant, elke klant heeft dit. Want dat heeft te maken met dat, hè, die 60 tot 80 haren die uitvallen en opnieuw aangroeien. Nu heb ik hier allemaal haartjes van dezelfde lengte. Je zal merken bij je klant dat het allemaal verschillende lengtes zijn. Zo. Nou. Dan smeer ik, nu Sarah dan, blondeer op mijn folie. Zodat ik zeker weet dat de onderkant goed meekrijgt, want ik kan hem namelijk niet omdraaien. Daar. Plankje hou je tegen de hoofdhuid aan. Ik zet veel kleur op de punt. Door het plankje kan ik hem er ook goed indrukken. Is het voor jullie goed zichtbaar? Ik denk het wel, hè? Daar. En dan naar de aanzet toe ben ik wat voorzichtiger. Ik zet hem wel helemaal tot de aanzet. Zet ik hem in. Voorzichtig er naartoe. Op de punt druk ik hem goed door. Zo. Oh. Daar. Ik heb ook weer hier geen blondeer zitten. Dus dat is makkelijk. Die leg ik er dan op. Met mijn puntkam. Waar je ook nog voor kan kiezen. Ik ben altijd fan wel om al mijn folies gelijk te doen. Zodat ik in een gelijk eindresultaat kom te zitten. Dat die klant wel allemaal mooie folies op het hoofd hebt. Maar je kan ook nog een keer dubbel vouwen. En dan een knik erin zetten. Dat kan ook. De ene kiezen voor om met langere folies te werken. De andere die kiest hem ervoor om hem nog een keer zo dubbel te vouwen. Dat maakt niet uit. Zolang dit maar goed dicht zit. Dat je dat niet open gaat feunen. Nou, ik zal er nog eentje doen. Dan doe ik de bovenste. Daar. Want als ik dan de bovenste ga doen. Ja, dit is wel goed. Dan hou je die passé recht omhoog. Even kijken hoor. Ik doe hem even hier, want dan kunnen jullie het goed zien. Want dan heb ik een beetje witte achtergrond. Daar. Blazen. Kijk. Zie je? Dan blaas je dat haar. Dat trek ik dan echt even zo naar beneden. Dat je dat onderste haar weglegt. En zie je nu, als ik dit... Oh, ik hoop zo dat jullie dit kunnen zien. Nu heb ik... Een ietsje dikkere passé. Heel fijntjes ertussen. Ietsje dikker fijntjes. Dit kan ik niet uitmazen. Ook al werk ik met baby lights. Dat lukt je niet. En dan heb je ook de techniek van touperen. Maar dan kom je niet tot aan de aanzet. Met deze techniek kom je nog wel tot aan de aanzet. Folietje ertussen. Daar. En dan ook inzetten. Komen we met het tonen, met de soft shades. Ga ik even iets heel snel over vertellen. Even kijken. Want we hebben namelijk tot aan de aanzet... hebben we dus die airtouch balayage hebben we gezet. Maar er zit natuurlijk nog heel veel natuurhaar tussen. Hoe fijn is het dan om met onze soft shades... de ammoniavrije kleuring, om daarmee te tonen? Dat ligt het natuurhaar niet op, dus het is zo makkelijk. En ik denk dat jullie dat allemaal wel beamen, degenen die ermee werken... Aan de wastafel, in de flacon, hup erop. Het haar gaat glanzen. Het voelt echt wel weer sterker. Voel het aan. Nou, maximaal 20 minuten in laten werken, uitspoelen en feunen. Zo makkelijk is het. En als ik dan nog even terug ga naar deze kleur. Net wat ik zei, ik had dus geen... ik had geen No Yellow Pro Booster gisteravond in de hotelkamer had ik bij... Maar hij was echt kanariegeel toen ik hem uitspoelde. Dus ik heb hier de 09B heb ik eroverheen gehaald. Dus een hele mooie beige tint. Ja, iedereen heeft zo wel zijn favoriete tintjes. Maar ik heb hier de tinten voor jullie opgeschreven. Ja, die gewoon heel mooi zijn om mee te tonen. De 09V, het violetje die het geel onderdrukt. De 010V, een wat lichtere pigment. Maar let op hè,
als je gaat tonen en je kleur zit nog op een 9 hoogte, kanariegeel, is je 0-10 V te zwak, hè? Hier moet je echt wel met lichtgeel gaan werken. Of je maakt een combi van je 0-9 V en je 0-10 V. Want wanneer jouw toner te zwak is voor het pigment wat eronder ligt, dan zal die er ook wel wat sneller uit zijn. Nou, dan de 0-9 B, een mooie beige tint, waar ik op het moment fan van ben. Dan de 0-10 P, wanneer je in het hele lichte zit en je mengt de 0-10 P met de 0-10 V, kom je in heel mooi wit kom je uit. En nou ja, wat we ook weer gaan zien zijn de mooie goudtinten. Dus de 0-9 G, een prachtige zachte goudtint. Niet dat ochtendurine kleurtje dat je denkt van dat pisgele. Nee, een hele mooie zachte goudtint die je ook prima kan gebruiken. Je hoeft niet bang te zijn. Oké, maar dan het stylen. Want wat we dus ook zien bij het stylen. Even, waar laat ik nou mijn klikker? Eigenlijk zouden jullie nu moeten kunnen zien, hè? Oh ja, plankje lager. Weet je wat zo grappig is? Als ik begin, is alles clean en netjes. Dan ben ik helemaal gesetteld om te beginnen. En dan ben ik bezig en dan leg ik daar wat en daar wat en daar wat. En het is nu al een puinhoop hier. Maar voor de camera is volgens mij allemaal nog wel goed te doen. Oké, als we dan gaan stylen. Ocean 5 spray. Ik wil namelijk in mijn eindresultaat, wil ik hem wat stugger hebben. Niet stug, maar ik heb wel een stevigheidje nodig. Dus wat ik dan doe, is in het vochtige haar de Ocean 5 spray sprayen. Dan ga ik hem met mijn föhn drogen. En dan merk je al, als je gaat föhnen met die Ocean 5 spray, je krijgt hem wel mooi glad, maar je voelt wel een beetje weerstand. En dat heb ik ook nodig. En ik ga jullie zo een krultangtechniek laten zien, hoor. Die hoort bij die Blandcat en bij die Texture Lab. Volume gel. Volume gel vind ik een vergeten product. Zo jammer, want het is zo'n mooi product. De volume gel is echt gewoon een styling lotion. Dus in plaats van je mousse kan je dus die volume gel gebruiken als basis om het haar te gaan föhnen. Je ziet dat het is een verstevigingsfactor van 8. En brengt makkelijk aan in het haar, maar het is een ander gevoel van aanbrengen dan een mousse. En daar moeten sommige mensen nog wel eens aan wennen. Maar het is echt een lichtgewicht product die echt voor textuur en volume en glans zorgt. Dus dat is wel een heel mooi product. En net wat ik zeg, het is een beetje een vergeten product. Oké. Okay. Oh, dit is een zwart beeld. Even zien. Oh, dat geeft niet. Dan ga ik gewoon door voor het zwarte beeld. Want ik ga jullie namelijk nu nog even de krultangtechniek laten zien. Ik pak even het juiste karretje erbij. We hebben nog 10 minuutjes te gaan, dus ik loop mooi op schema. Daar. Zo. Ah. Daar. Zo. Even kijken. Nou, ik heb hem dus. Hier heb ik even de Ocean Fire Spray. Die heb ik al in het haar aangebracht om te föhnen. Want ik ga namelijk deze kant. En ik doe alleen de bovenkant, hoor, want ik ga niet tot in de treuren dit helemaal stylen. Als ik een paar passées aan de bovenkant heb gedaan, dan weten jullie echt wel hoe dat het moet. Dus, ik ben begonnen met de Ocean Fire Spray. Jullie voelen dat niet, maar ik voel echt wel dat die aanwezig is. Je voelt wel iets in het haar. Want we kennen allemaal het haar, dan maak je met je krultang maak je krullen. En dan zegt na een uur zo'n klant, nou, ze zijn al verdwenen. Dat wil dus zeggen dat je basis te soft is. Die volume gel is een prima basis om mee te werken. Maar de Ocean 5 spray, als je iets meer stugheidje wil in het haar, is die ook goed te doen. Dan heb ik de Eco Sol spray, heb ik hier nog staan. Ja. Nou, eigenlijk een prachtig product, maar ik heb ook het gevoel dat het een beetje vergeten wordt. Het is namelijk een haarlak, een haarspray, maar dan in zo'n pompversie. Als je hem dus een beetje met een afstand op het haar spreekt, op het moment dat hij op het haar aankomt, is hij droog. Het is dus een hele milieuvriendelijke haarlak, omdat hij geen drijfgas heeft. Plus zit er in de inhoud van de fles is ook veel meer. Nou, en dan heb ik ook nog de Hold'em High Spray. Ja, het is natuurlijk de haarspray uit de herenlijn van de Keramane. Maar ja, ik vind de hold factor vind ik gewoon heel erg fijn. We hebben natuurlijk ook de Kera Spray, maar die is wat zachter. Hold'em High heeft een hold factor van 3, is net even wat sterker. En dat heb ik nu ook nodig. Nou, mijn krultang is ondertussen aan het opwarmen. Daar. Je hebt in je salon de juiste diktes van je krultang nodig. Ik gebruik nu deze. Ja, wat zal dit zijn? Ik vind altijd moeilijk. Volgens mij is dit 3,5 centimeter.
Maar als je bij ons in de salon kijkt, we hebben hele dunne, we hebben dikkere. Ik kan niet alles maken met één klein krultangetje, want dan zou ik te veel krul krijgen in het haar. Dus zorg ook altijd wel dat je de goede materialen in huis hebt. Nou, dan deel je het af in 3 vlakken. Je begint met de onderste. Dat is ongeveer zo'n passeetje van 1 centimeter of 3. Die deel je af in een paar vlakjes. Dan ga je naar het middelste vlak. En dan eindig je met het bovenste vlak. Nou, dan kan je begrijpen, dit onderste plukje is wat korter. Dat zou ik normaal met 1 maatje dunnere krultang zou ik dat doen. Maar anders duurt het allemaal veel te lang voor jullie. Dus bovenop heb ik te maken met een langere lengte. Dus dan pak ik mijn dikkere krultang. Het mooie is dat je het haar verschillende kanten uit laat vallen. Dus 1 passé gaat er naar voren. 1 passé gaat er naar achteren. Er is alleen 1 regel. De 2 voorste passés, die gaan naar achteren. Die wil je niet naar voren hebben. Die moeten gelijk zijn. De rest kan je helemaal losgaan. Nou, dan pak ik dus mijn Hold'em High Spray. He, want dat is die factor van 3. Dus die zorgt er echt wel voor, met de hitte van de tang, dat die gesield wordt in het haar. Dan projecteer ik die pluk naar me toe. En ik gaf al aan, de eerste wil ik naar achter hebben. Dus dat wil zeggen dat mijn klepje aan de voorkant zit. Dan geef ik het haar 1 draai. De punt laat ik eruit. Ik laat mijn krultang een beetje naar beneden hangen. En let op, daar komt hij. Dan haal je hem eronder door. Je trekt hem naar je toe. En dan deze trek je recht naar je toe. Dus, wat krijg ik? Ik laat hem even hier zien. Ik krijg die slag in het midden. Het voorste hangt van naar beneden. Ik krijg die slag in het midden. En ik eindig, een beetje omhoog, met een rechte punt. En dat is wat we dus veel zien, ook bij die blondcut. Oh, ik zal er even terug naartoe gaan. Wacht even. Die klikker. Even terug. Dan zien jullie met welke styling dat ik bezig ben. Ja, zie je dat? Even opzij. Kijk, zie je dat bij haar? Net zo'n dwarrel in het midden, de punt is steiler. Dwarrel in het midden, de punt is steiler. Bij haar ook, bij haar ook. Dus dat is deze manier van krultang waar ik nu mee bezig ben. Nou, zal ik even de volgende laten zien. Ik laat er 3 zien hoor. Want deze was naar achteren. Die moet ik aan beide kanten. Mijn vrouw wil weg, zie je dat? Ik denk, ik ben er klaar mee. Dan pak ik deze. Dus ik pak kleine blokjes. Ja, het is ongeveer zeg maar 1 centimeter of 3 lang en 1 centimeter of 3 breed. Dan pak ik mijn Hold'em High Spray weer. Goed verdelen. En let erop dat de haarspray ongeveer met 30 centimeter afstand op het haar wordt gespreid. Ik zag van de week nog een berichtje op Facebook van iemand die had harsbolletjes op het haar. Nou ja, dan is het dus een goedkopere haarlak met goedkopere hars. Maar dan ook waarschijnlijk dat ze te dicht op het haar hebben gespreid. Oké, nu wil ik deze, die wil ik in de tegenovergestelde richting. Dus het klepje gaat aan de achterkant. Daar. Ik draai hem rond. Die punt die blijft er nog uit. Hier laat ik even zijn werk doen. De aanzet is gewoon nog steil. En dan haal ik hem er onderdoor. Kijk. En dan kan ik zo die punt kan ik eruit trekken. Zie je hem? Dus dan heb ik een rechte punt dwarrel in het midden. Nou, terwijl dat je dan bezig bent. Kijk, ik doe het nu jullie langzaam voor. Maar normaal gesproken in de salon gaat dat vrij rapido hoor. Dan laat je het even afkoelen. En dan ga je of met je vingers er doorheen. Of met zo'n kam. Met grove tanden, niet te fijn. Nou, ik wil het allemaal een beetje laten botsen met elkaar. Dus deze die gaat weer naar achteren. Let op de stand van mijn krul. Ik draai hem 1 keer. Ik laat hem even zijn werk doen. Dit is stijl, punt is eruit. Ik haal hem eronder door. En dan trek ik hem naar beneden. Zie je? En dan krijg ik hier ook die steile punt. Nou, wanneer dat je dan klaar bent. Dan moet je dus geduld hebben dat je het even laat afkoelen. En dat is mijn slechtste eigenschap. Dus ik doe hem nu even zomaar een beetje met mijn vingers. Nou, ik laat hem even een beetje zo zien. Kijk, normaal gesproken is dan al dat haar is zo gedaan, hè?
En dan zou je als laatste je EcoSol-spray er nog overheen kunnen halen. Dat je hem net nog wat extra versteviging geeft. Dus ik kan je verzekeren, als je met deze drie producten... De Hold'em High Spray, de Ocean 5 Spray en met de EcoSol Spray. Als je het op die manier doet, dan heeft die klant er net zo lang plezier van totdat ze de haar weer gaan wassen. En dan blijft die krul echt wel zitten. Plus je krultang, ik gebruik nu wel de Babyliss Pro, die staat op 200 graden. Dat is goed werkmateriaal, is ook het halve werk. Maar ik denk dat het uurtje er weer op zit. Ik denk dat we gewoon weer in dit uur heel veel gedaan hebben. We hebben natuurlijk geknipt, we hebben gekleurd, we hebben gestyled. Dus vanuit hier zou ik willen zeggen, heel veel succes. En we gaan weer een mooi thema verzinnen voor het nieuwe webinar. Dit webinar is natuurlijk ook nog terug te kijken op het YouTube kanaal. En nou ja, ook nog op de Kiss Hair Care Facebook pagina. Dus voor nu zou ik zeggen, muah! Geniet nog lekker van de vakantie. Dikke kiss en tot de volgende keer.